Welkom weer bij deel 3 van Him of the Weekend. Goedenavond. Ja, en we gaan weer iemand verwelkomen, Rick. We hebben weer een sidekick. We zijn niet met z'n tweeën deze avond. Nee, en het is deze week weer een bekende. Vorige week hadden we natuurlijk Dominique. Die kennen we allemaal nog van Wat zegt het volk, het televisieprogramma. Ja. En dat is deze week niet anders. Tenminste, het is wel anders als in dat het niet Dominique is. Ah, je lijkt wel een klein beetje op eigenlijk, moet ik zeggen hoor. Ja, post je ook altijd, als ik mijn baard scheer, dan is het echt... Je post je ook altijd naaktfoto's op Instagram met als Dominique. Twee druppels water. Ja, oké. Okay, ja, oh, ja, ja, ja. Die zijn overal. Ik ga nu even alsof jij dat niet weet. Ik beschouw mezelf echt een beetje als een kind van het internet. Ja. Het is namelijk, dit is gewoon echt iets waar ik helemaal mee opgegroeid ben en... Ja, er is maar één nummer. Er zijn een paar nummers die echt synoniem zijn aan memes. En weet je wel, Roundabout heb je. En die Seventh Element van die... Ja, ja, Vitas, dat is een gouden gozer, ja. Maar er is voor mij is maar één meme nummer. En je moet hem ook vanaf het begin aanzetten. Dus niet zo stiekem halverwege inzetten. Het gaat namelijk eigenlijk over de eerste 2 seconden. Ja. Zet hem alsjeblieft even op. Het fragmentje, hè? Ja, ik heb een fragment, ik heb niet het nummer. Nee, ja, je bent zo kut. Maar laten we gelijk dan wel eventjes alvast vooruitblikken, want hij komt er wel aan, toch? Ja, helemaal. Ja. Beter. Oh, ja, dan weten we het wel gewoon gedraaid. Maar dit is alvast een teaser dan voor straks, want dit gaat er straks helemaal aankomen. Komt. Never gonna give you up, never gonna let you down, never gonna run around and desert you. We gaan even door met nieuwe muziek. Ik heb iets nieuws meegenomen. Het nieuwe album van Tame Impala is onlangs uitgekomen. Oeh. The Slow Rush Time Rap. Heb je er wat van gehoord? Vet. Nee, ik heb het nieuwe album nog niet gehoord, maar ik vind Tame Impala wel echt... Ja, hou jij daar een beetje van, Rick, eigenlijk? Nou, is het heel gek als ik zeg dat ik hier nog nooit van heb gehoord? Wat? Echt niet? Nee, wat? Echt niet. Heb je The Less I Know The Better nooit gehoord? Nee. 'Cause I'm a man, baby. Hoor, nee? Nee, echt niet. Oh, wat erg. Ja, maar ik hou weer van betere muziek waar jij nog weer nooit van hebt gehoord. Zo, dan maar zeggen. Ja, betere muziek waar jij nooit van hebt gehoord. Betere muziek, ja. We gaan even bijpraten over de trending muziek van de afgelopen week. Miguel. Yes, ik heb een aantal nieuwtjes meegenomen. Het is niet per se zozeer over muziek, maar wel leuke nieuwtjes over artiesten die onlangs zijn uitgekomen. Oh. Ja. Dakota Johnson, heb je 50 Shades gezien? Nee. Heb jij hem gezien, Toon? Nee. 50 Shades of Grey? Nee. Ik heb zelfs een paar in de bioscoop gezien. Gênant, hè? Ja, best wel. Ja, die heeft haar debuut als regisseuse gemaakt. Ze is namelijk verantwoordelijk voor een nieuwe versie van de videoclip van het nummer Cry, Cry, Cry van Coldplay. De band van haar vriend Chris Martin. Het nummer is afkomstig van hun laatste album Everyday Life. Zij gaat dus de clip daarvan regisseren. Normaal gesproken is zij actrice. En nu gaat ze dus voor haar vriendje, heel schattig, Chris Martin, de clip maken. Leuk, toch? Nou... Schattig. Ik dacht echt nog steeds dat Chris Martin met die hele gekke was. Die, zeg maar, gekke kaarsen verkoopt in de geur van de kut. Zo. Oh, ja. Gwyneth Paltrow. Oh, ja, ja. Die van Romeo en Juliet. Is dat Shakespeare? Dat zou echt heel goed kunnen. Maar die is echt in ieder geval helemaal gestoord. En ik dacht dat zij nog Shakespeare... Heb je die kaars ondertussen al een keer geroken? Nee. Nee? Nee, natuurlijk niet. Ja, gast. Vraag me nou wel meteen af. Of vaak kun je het ook naar een kaars ruiken. Ja. Eén ding is wel zeker. Het is wel een kutgeur. Ik denk wel dat je dat in 50 Shades al tegenkomt. Het nieuwe album van de artiest zal de titel To Die For krijgen. En wat ik mij dan afvroeg, hè. Sam Smith die maakte voor de vorige Bondfilm was het volgens mij de titelsong. En dit jaar heeft Billie Eilish die gemaakt. Daar gaan we het later nog meer over hebben. En met de naam No Time To Die... Zou dit misschien een keiharde sneer zijn naar dat nummer van Billy? Dat hij zegt van To Die For, het is tijd om te, het is om te sterven of zo. Dat vroeg ik me af. Vind ik wel heel ver gezocht. Nee, maar dat zou toch kunnen? Nee. Ja, je kijkt mij aan alsof jouw mening ervoor. Alsof ik A weet wie Sam Smith is en B of ik ooit muziek van Billie Eilish geluisterd heb. En C of ik de laatste 10 Bondfilms heb gekeken. Nee, dat is geen goede... Ik ben echt een hele slechte bijdrager als het gaat om popmuziek. Geen betrouwbare bron dus. Absoluut niet. Het meest gedraaide liefdesliedje op de Nederlandse radio is bekend. En welke denken jullie dat dat... Afscheid nemen bestaat niet. Hou me vast van Volumia. Afscheid is het. Afscheid van Volumia. Wow, hoe dan? Ja, echt waar. Heel raar. Ja, zet maar af, ik heb het gehoord. Ja. Voordat we alle luisteraars kwijt zijn. Ja, precies. Twee opties voor deze week. Namelijk Dua Lipa en The Weeknd. En The Weeknd, allebei super lekker natuurlijk. Ja. Nou, jullie hebben volop gestemd. Maar er is toch net eentje die meer stemmen heeft gekregen. 57% is voor The Weeknd. Ik hoorde trouwens, tenminste dat je het zei. Ja, nee. Jij dacht natuurlijk, ik ga het nu instarten. Nee, ik hoorde dat mijn vader het verschil had gemaakt.
Ja. Jij had gehoopt dat Dua Lipa zou winnen. Stiekem wel, want ik vind dat net iets lekkerder nummer. Ik heb hem de hele week op repeat gehad. Ja. En nu gaat dus de Weeknd de hele week op repeat. Op RN7. Ja, ook prima. Wat sneu. Ja, dat heeft mijn vader dan gedaan. Die had toch doorslaggevend. Nou ja, het was op een gegeven moment heel lang 50-50. En op een gegeven moment was het niet meer 50-50. En toen keek ik wie er gestemd had. En dat was jouw vader voor de Weeknd. En toen dacht ik echt, niet doen. Daar staat de camera. Toch even een oproepje naar hem doen. Niet doen. Of vraag aan mij eerst wat je moet stemmen. Rick, we hebben even wat agendapunten voor Don Roosje. Dan sluiten we nog af met één concert wat er binnenkort aankomt, waar ik zelf ook bij ben en waar ik heel erg benieuwd naar ben. Namelijk Tarja. En als je niet van die muziek houdt, dan zeg het je me waarschijnlijk niks. Zij is... Nee. Waarom zou je een naam verzinnen die zo lijkt op Tarrel? Ja, maar het is gewoon een echte naam, hè? Nee, even, maar ik ken Tarja van jou, Rick. En toen ik dat nog niet kende, dacht ik inderdaad ook dat. Dacht ik ook van, het lijkt best wel veel op Tarrel, lijkt het. Ja, oké. Okay. Ja, als je echt een naam is, dan kan je zelf weinig aan doen. Ik bedoel... Maar dat heb ik nooit uitgesproken, maar ik dacht dat wel toen. Weet je wat is dit, een Tarrel? Nee, ik wou dat eigenlijk ontwijken, maar nou, het vraagt nee. Toon, leg even uit. Nou, een Tarrel, Rick, is... Ja, ik probeer een nette manier te omschrijven. Of een nette manier te vinden om het te omschrijven. Maar dat gaat denk ik niet lukken. Het zijn zeg maar de klontjes poep die in vacht blijven zitten van dieren. Dingleberries heten ze ook wel. Kennen je dat echt niet? Oké. Goed. Nou, sorry man. Ik zal nooit meer naar Tarja kijken als ik er voorheen ben. Ik hoop echt dat het een leuke optreden wordt. Ik ga aan klontjespoep denken. En dat doe ik dan op... ik heb de datum niet eens bijgezet. Maar die uit. Dus ergens in april in ieder geval. En we krijgen regelmatig verzoekjes binnen. Hartstikke leuk, blijft het vooral doen. We kunnen ze niet altijd draaien, maar deze is wel heel bijzonder. Mijn moeder zit te kijken. Ach. Oh. Hartstikke leuk. Mam, ik zwaar nog even naar je. Hoe heet je moeder? Hoe heet ze? Petra. Hallo Petra. Zij heeft dus een verzoekje aangevraagd. Is jouw moeder ook Petra? Is jouw moeder ook? Mijn moeder? Ja, mijn ook. Sorry? Is jouw moeder mijn moeder? Nee, jouw vader is wel mijn vader. Oh. Maar dat is een ander verhaal. Daar gaan we het wel nog een keer over hebben. Mm-hmm. Komen jullie uit de christelijke kerk? Oh, dat mag ik niet zeggen. Nu komen ze met z'n drietjes met het nummer Loop Niet Weg. Loop niet weg. Want als je gaat moet je het meenemen. Ja, ik snap het meteen. Ik snap het meteen. Weet je wat het een beetje is? Dit is een beetje zo'n YouTube-filmpje, how to make money fast. Wel even met om positief af te sluiten dan. Ik vind wel dat ze een goede mix hebben gemaakt tussen zeg maar volksmuziek van Tino Martin en een beetje die kontschuddeuntjes van Emma Heesters en Chris Cross. Het is inderdaad, ik ben het met je eens dat het absoluut een geslaagde combinatie is. Jawel, ja. Maar het is net zoiets als, ja... Hij is van mij. Het is een geslaagde combinatie van twee dingen die echt vrij ruk zijn. En dan... dat is mooi. Ik vind dat wel een mooi brugje naar de volgende. Compleet ruk. We gaan namelijk naar de Alpenzusjes. Dat gitaartje ook op het einde, hè? Heel cheesy. Maar wat vinden jullie nou, of vind je nou van Toon? Je bent niet echt een Billie Eilish man, zei je net. Nee, maar ik heb wel gehoord dat het album echt fantastisch is eigenlijk. Ja. Ik lees dat ook overal. Dus ik heb dat gewoon nog niet geluisterd. Maar ik vond dit al best wel vet en ook gewoon echt heel erg bond natuurlijk. Ja, ik had dus laatst een reactie van iemand, die kreeg ik. En die zei van, ja, ik vind dit wel, ik vind het te veel James Bond. Dat denk ik, ja. Ze heeft het te bond gemaakt. Maar dan denk ik van, ja... Ik heb een keer, toen was ik net samen met mijn vriendin, mijn huidige vriendin, en we hadden die avond afgesproken. En ja, je bent dan net samen, je bent dan nog een beetje zo'n konijnenfase, weet je wel. Dus het gaat eigenlijk maar om één ding, waar ik echt een paar weken, dan ga je er gewoon op. Dat is helemaal leuke feesten. Dus en dan iedere avond... Precies, helemaal leuk. Tenminste de buren wakker maken. Ja. Maar ik had een vergadering met mijn rugbyvereniging. En die vergadering die ging maar door en door en door. En er zijn altijd mensen bij die willen dat rekken. En die vinden dat het pas om 1 uur afgelopen mag zijn. Anders is het geen echte vergadering. Ik was helemaal gestrest. En Roze was mij aan het appen. Die zei, ja, gast, ik ben al de hele avond op je aan het wachten. Fuck, het duurt eigenlijk fucking lang. Ik ga slapen. Die was helemaal chagrijnig aan het worden. En ik dacht, dit moet ik echt goed maken. Ja. Dus toen ben ik... naar haar huis gefietst, zodra de vergadering was afgelopen. En toen heb ik buiten haar kamer... heb ik alvast
al mijn kleren uitgetrokken. En dit is dus in een studentenhuis in de gang. Dacht ik, ja, risico kan ik wel lopen. Dus stond ik naakt voor de deur. Ja. En toen heb ik zo hard mogelijk de deur opengegooid. En ik wist dat ze bovenal in bed lag. En geschreeuwd, ik ben er! 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 Ik ben al naakt! Ik ben al naakt! Ik ben al naakt! En toen, ja, en toen heb ik wel seks gehad. Ik had heel even gehoopt dat het de verkeerde kamer was. Ja. Yes. We gaan weer wat liedjes toevoegen aan onze afspeellijst, Miguel. Onze oneindige afspeellijst. Wat ik net vertelde over de memes. Ik weet niet of je de meme achter Rick Astley kent. De meme achter Rick Astley? Ja, ik ken zoveel memes daarvan. Voor mij is het een van de allereerste dingen waar ik echt grandioos om kapot ging op internet. Ja. Het stand van 4chan, voor zover ik weet. En het is, eigenlijk is het de bedoeling dat je iemand iets laat zien. Alleen in plaats van dat je ze datgene laat zien, word je doorgelinkt naar een filmpje van Never Gonna Give You Up van Rick Astley. Oh, ja, ja, ja. En ja. De eerste 2 seconden van het nummer zijn daarom zo... Ik krijg daar zo de kriebels van, dat je weet van fuck, ben ik weer in de maling knoo, weet je wel. En wat de allerbeste Rickroll is die mij ooit is overkomen. Een vriend van mij, die heeft op zijn bruiloft, terwijl hij samen met zijn vrouw over het naar het altaar liep, kwam dus Rick Astley, hadden ze opgezet. Het was ook zelfs haar voorstel. Niet. En er waren 5 mensen, van de 20 mensen publiek, waren er 5 jongens, onze vriendengroep, die echt kapot gingen van het lachen. En hij stond ook echt zo. Ik vind het wel leuk, Rick, dat jij vroeger echt een hitje te pakken hebt gehad. Ja. 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 Dat was hem. Rick Astley, Never Gonna Give You Up Tone. Wat een fantastisch verhaal zat er ook weer bij. Ja. En hoe voelde je toen de eerste paar seconden van het nummer te horen waren? Ja, gewoon weer echt absoluut alsof ik in de maling was genomen. En ik heb het zelf opgezet, maar... Ja, heel leuk. De wet van Murphy, hè. Wat fout kan gaan, zal fout gaan. Ja. Ja, zeker. En ik word sowieso vaak gerikrold. Wordt in de neem, hè. Maar het is zaterdagavond, dus waarschijnlijk vannacht word je ook weer goed weer gerikrold. No. Ik vraag me af wie er vanavond van gerikrold. Him for the weekend.